Het flatgebouw waar Tim woont gaat tegen de vlakte. Samen hebben we gekeken in containerwijk Kattegat, maar daar is nog geen plek. Omdat de tijd begint te dringen en we in Zwolle en Deventer geen andere optie voor zijn budget kunnen vinden, verleggen we ons zoekgebied. Hé, maar dit zou eens iets kunnen zijn. Kijk eens. In het nabijgelegen Apeldoorn zit een bijzondere optie. In een leegstaand postkantoor mag je hier je eigen koopappartement bouwen. Je krijgt zelfs een klusbudget van 35.000 euro. Maar hij kan toch helemaal geen huis kopen? Nou, nu niet, nee. Maar het mooie van dit project is dat ze de eerste 2 jaar toestaan dat je huurt in plaats van koopt. Oh, ja. Dus die 2 jaar zou een mooie overbrugging kunnen zijn. Ja, huurkoop. Maar is dat dan niet veel te duur, die huur? Nee, want de kleinste woningen die zitten onder de huursubsidiegrens. Dus hebben ze een wachtrij of zo, een wachtlijst? Ja, het is een loting, dus we hebben wel wat geluk nodig. Maar we kunnen wel kijken. Er zijn een paar appartementen gewoon nog beschikbaar. Dus ik zeg, we gaan hier naartoe. Dit is dat oude postkantoor in Apeldoorn dat door de nieuwe bewoners tot woningen verbouwd moet worden. En er is nog een plekje vrij. Architect Maarten weet wel hoe je zo'n verbouwing aanpakt. Zo'n leeg postkantoor als dit, ja, dat prikkelt natuurlijk de fantasie. Hoe kun je hier een hele mooie nieuwe bestemming aan geven? Zijn woning die ligt hier, dus bij de 9. Binnen dit hele vierkant, dit hoort er ook bij, kunnen we de indeling gaan vormgeven. Ja, het zou geschikt kunnen zijn voor Tim, dit project, omdat het in het centrum is. Dus goede optie voor hem om te onderzoeken. Ook Tim kijkt zijn ogen uit. Het zou heel tof zijn als dit het wel kan worden, want binnen no time ook gaat de sloop erin bij mijn flat in Enschede. Ik knijp me wel een beetje, ja, het is wel spannend. Hey, we zijn hier in postkantoor, het oude postkantoor van Apeldoorn. Ja, ik liep hier naar binnen en ik dacht, wow, groot. Hè, het is nu nog helemaal open, dus er staat nog geen woning in. Ook nog geen muren. Dus het is nog een beetje lastig in te beelden, maar het karakter van het pand is wel echt heel mooi hoor. Het leuke is dat je hier je eigen appartement mag afbouwen. Oké, ja. Dus we leveren het casco op met alleen wanden. En zoals je hier ziet, op die gele lijnen, dus daar komen de woningscheidende muren te staan. Ja. En binnen dat vlak mag je eigenlijk je woning gaan vormgeven. Ja, als ik hier echt iets moois van kan maken en ik kom hierin, dan is het misschien echt wel een overweging waard. Het ontwerp van Maarten ligt al klaar. We zitten nu eigenlijk hier op de plattegrond. Ja. Dus dit is de gele lijn die hier staat. Oh, ja. Dit is een soort inwendige hoek waar geen daglicht komt. Dus ja. Dat is op zich ook een logische plek voor je badkamer. Ja. Dit is het stukje van de plattegrond wat kleiner is dan dat gedeelte. Mm-hmm. Dus het is vrij logisch om je woonruimte eigenlijk aan die kant te maken. Ja. Dit is een fantastisch mooie hoge ruimte. Dus ik kan me voorstellen dat je als je daar gaat slapen, dat je je bed op gaat tillen, op een hoogslaper zet. En dat je daaronder een mooie werkplek maakt of een soort mini-studio. Uh-huh. Hij wist het toch wel op een niet mega grote ruimte toch een gezellige all-in woonkamer te maken. Ook fijn dat het wel de optie heeft om slaapkamer, badkamer erbuiten te hebben, zodat je die ene kamer volledig kunt inrichten als woonruimte en had hij mooi gemaakt. Ik heb met indelingen geprobeerd om Tim een beetje te inspireren met hoe het ook anders zou kunnen en hoe het eruit zou kunnen zien. En ik had wel het idee dat het daardoor wat meer voor hem ging leven. Het klussen duurt wel minimaal een jaar. En dat betekent dat als Tim hier kan wonen, hij tijdelijke woonruimte moet zoeken. Maar voor dit verrassende woonidee heeft hij dit graag over. Tim schrijft zich meteen in.